Minister Saskia Walden van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie geeft een uiteenzetting van de situatie rondom de verhoging van de brandstofprijs. Als gevolg van de unificatie van de valutakoersen zijn ook de pomphouders genoodzaakt de benzineprijzen aan te passen. U hoort meer hierover van de minister van Economische Zaken. De unificatiekoers heeft natuurlijk een impact op de hele economie in Suriname. En de minister heeft vanmorgen gebeld en gevraagd of wij een spoedoverleg kunnen hebben met het platform van levensmiddelenimporteur Suriname. Dat hebben we uiteraard geaccepteerd. En we hebben gesproken over wat de impact zal zijn van de unificatiekoers op vooral de basisgoederen. Nu is het zo dat de basisgoederen, die hebben een nul tarief aan invoerrechten. Dus de impact voor wat de invoerrechten betreft, dat zal minimaal zijn, omdat daar geen invoerrechten over gegeven worden. De brandstof, die heeft natuurlijk wel wat effect op de distributeurs, want uiteraard is brandstof erg belangrijk voor de distributeurs. Maar wij gaan met de distributeurs in overleg om te kijken om de prijsverhogingen minimaal te houden, omdat we eigenlijk al een hogere koers hanteerden tussen de 15 en 16. Dus mochten we tegen 14, 26 kunnen kopen onze valuta van de US dollar bij de banken, dan betekent dat zelfs een verlichting is voor de prijsvorming. Dus wat dat betreft zijn we goed gestemd dat in ieder geval de unificatiekoers geïntroduceerd is. En dat we op basis daarvan hopelijk een stabiele koers kunnen krijgen, waarvan we met z'n allen kunnen kopen als we dat nodig hebben. En als je moet verkopen, dan verkoop je ook weer tegen de kanalen, tegen die koers die bepaald is door de centrale bank. Het is veel, maar ja, je kan niet anders. Je hebt zaken te doen om te regelen. Elke dag moet je uit huis, dus je had moeten tanken. Ik weet niet voor anderen, maar ik had wel, ja, ik heb geen andere keus. Hoe gaat u anders bezuinigen? Boy, bezuinigen, je blijft bezuinigen. Maar, nee, je hebt het helpt niet. Ja, al je salaris gaat eraan. Dus natuurlijk gaat langzamerhand, of met de prijzen, gaat de andere prijzen ook omhoog. Maar economische zaken zal controleren, op toezien dat men niet gaat overdrijven met de prijzen. Maar zeker ook voor ons als pomphouders gaan wij ook, onze omzet gaat ook verminderen. Wij gaan het ook allemaal met z'n allen echt merken. Het is niet makkelijk. Ik ben er boos om. Iedereen is er boos om. We moeten gaan betalen voor iets wat wij niet hebben gebruikt. Een schuld die wij niet zelf hebben gemaakt. Niet eens hebben geprofiteerd. En nu moeten wij met z'n allen een schuld gaan betalen. Ja. Bezuinigen. Minder rijden. Meer thuis blijven. Ik begin in oktober te werken, dus dat wil zeggen pas weer in oktober Hoeverstraat. Hoe ga je bezuinigen? Je kan niet bezuinigen. Als je die auto nodig hebt, moet je toch gaan tanken. Je kan niet kunnen bezuinigen. Ik ben een taxichauffeur. Ik moet toch werken. Het is zover. We hebben nu de koersunificatie. De centrale bank heeft aangegeven wat de unificatiekoers is. Dat betekent dat er nu geen verschillende koersen meer gehanteerd mogen worden voor de US dollars en de euro's. De koers welke is vastgesteld door de centrale bank moet zowel bij de cambio's als aan overige valutahandelaren gehanteerd worden. Dat betekent in feite dat nu door de centrale bank is bevestigd wat we allemaal al wisten. We wisten dat de US dollar niet voor 7,52 waard SED beschikbaar was. In de handel werd er al lang gewerkt met een koers veel hoger dan de centrale bankkoers. Dus nu is het in feite een bevestiging dat wij al lang wisten. Als minister van Economische Zaken heb ik heel veel stakeholders gesproken, waaronder het platform van importeurs in Suriname, verschillende winkeliersverenigingen, de oliemaatschappijen, de vereniging van de service stations exploitanten, consumentenkring en aantal stakeholders die een belangrijke rol spelen in onze Surinaamse gemeenschap.
het effect op basisgoederen moet minimaal zijn. Omdat er in feite al met een hogere koers gewerkt was. Dus als de handelaar al 14 of 15 SED per dollar doorberekende en nu de centrale bank aangeeft dat de koers 14,29 is, dat is voor de verkoopkoers, dan begrijpt u dat er in feite geen verandering moet zijn. De brandstofprijzen worden wel aangepast. Omdat de brandstof, de koers dat voorheen werd gebruikt door bij de berekening van brandstofprijzen, gebaseerd was op die 7,52 voor een US dollar. Wij berekenden een US dollar voor 7,52, maar de maatschappijen moesten hun de werkelijke kostprijs doorberekenen en dat was de koers die zij hadden betaald op de vrije markt. Wat gebeurde er toen? Dus zij hebben valuta gekocht voor een hogere koers, 14,15 SED op de vrije markt. Wij hanteren een koers van 7,52 zoals de centrale bank aangaf. En dat verschil werd in principe doorbelast naar de overheid. Dus het ministerie van Financiën moest dan in feite inkomen met het verschil tussen wat we toen noemden cambiokoers of vrije marktkoers en centrale bankkoers. En waarom denkt u dat de prijs is aangepast? Nou, daar zou ik geen antwoord kunnen geven. Dat is niet mijn pakje aan. Deze nieuwe prijs van de brandstof, wat denkt u dat het effect zal zijn? Nou, als ik nu zo kijk, mensen tanken gewoon en ze tanken voldoende. Dus ik zal op lange termijn moeten uitwijzen wat het effect zal zijn. Weet u wat unificatie betekent? Ja, dat ze de koers een beetje hebben aangepast. De centrale bank de koers heeft aangepast. De centrale bank koers is aangepast. Heeft u die nieuwe brandstofprijs gezien? Dat zie ik. Is vroeg. Wat vindt u daarvan? Erg, man. Is erg. Is te veel. 10 SRD. En hoe gaat u bezuinigen? Zo. Dan moet ik dan kopen of iets kopen. Ja toch? Zo simpel. Brada Nangasa, Kondrema, Adesofara, Uaba Unificatiekoers. Dat was tak, dat na zo'n wankoers moest de, a koers van centrale bank tak, moest gebruiken die a aankoop na a verkoop voor a dollar, zo lekker euro. Dus dat betekent, verschillende cambio's of verschillende valutahandelaar, nog een actie verschillende koers, lik, sang, centrale bank tak amus de. Omdat onbelang centrale bank betak 7,52, maar in werkelijkheid na 14 na 15 na morgen he koers handelaar be gebruik o lang ba. Dus na unificatie koers sana 14,29 te je baya dala. Dat want dat aan een verschil tumsi fusang aher economia be gebruik ba. Want ons hab dat no wan se adala be sergi 7,52. A be sergi bora he koers. No. Dus den basisgoederen zijn sera winkri. Ben de gebaseerd ba tap a koers voor 14 mora he. Dus na een unificatiekoers. De prijs nog mag verschil tumsi voor basisgoederen. Want ook de graland is zorgo dat importeurs voor basisgoederen naaf bij invoerrechten. Dus de douane koers aan pas aan. Nu heb effect op a import voor basisgoederen. Want importeurs voor basisgoederen naaf bij invoerrechten. Zang a unificatiekoers, a wankoers a centrale bank tak nu heb effect op na tap a olieprijs. Want van begin de oliemaatschappij bij olie, toch? Dat dingen berekening in dollar. Dan nu voor mijn gemeenschappij in SRD, de berekening bij mij naar SRD gebaseerd op 7,52.
Terwijl even die maatschappij bij je, die wat morgen heen koers, dan garant je ons bij koeien, dan ga bij je kan krijgen een subsidie. Want het verschil tussen de centrale bankkoers voor toen, dan het verschil tussen de maatschappij bij pay, dat betrekt af voor de inkomsten voor Gralanti. Maar badam, dan kan het aan doen zijn dat je vrouwen subsidieert brandstof via heel kondre, zodat de mensen hebben money, de mensen hebben money, alles maar ik is aan subsidie. In feite, u kan een subsidie omdat dat verschil bij verandert. Dus nu een juiste koers in gebruik voor berekenen naar brandstofprijs. En dat me kwestie dat ook toen na een koersunificatie Sanko 1429 Giadala dat leidt tot een aanpassing voor ook toe aan brandstofprijzen. Tegelijkertijd, ons hebben dat brandstof nou een deelnomen voor basisgoederen. Dus voor een brandstofprijs verhoogd, dan kan dat dat alle basisgoederen ook verhoogd om 1%, want een brandstofprijs nou een percentage nummer voor een kostprijs voor basisgoederen. Voor de luxe goederen, dat nou een tras aan, want luxe goederen, die moest bij, importeur moest bij invoerrechten. Maar de basisgoederen, alles maar oprecht op en dat de invoerrechten vrij. No. Toen verzoek nu aan doen aan gemeenschap. Wanna kon een pot een skoro onder een roken zijn voor abif doen. No, voor tjaar als rust naar een stabiliteit in een economie. Vol kan doen dat u. Dat ons ref trouwen we uit dat no one handelaar, no one heeft naar valuta handelaar of naar winkelier, no one maar in een gemeenschap voor Suriname. Ik kies een occasie voor doe aan prijs of drijving of voor misbruik, voor misbruik voor akkoersunificatie. We melden aan het ministerie voor Economische Zaken, voor ABBA-klachtenlijn. We melden dat die. Tegelijkertijd, vanuit Gralanti, we ABBA-inspanning voor controleerde winkelprijzen. En samen met het ministerie voor Financiën, samen met de Centrale Bank, samen met het ministerie voor Skoto Aversie, we controleren ook de valuta handel. Maar ons schrijft, om gewoon pingen, poosje dat illegaal valuta in handel. We melden ons, zodat we kan doen aan controle gereden. Want P, wat handelaar in Bayadala en een zeer mooie helikse Centrale Bank taki. Dat is broeia-economie. Dus, en we gaan broeia in de economie. Dat moet ik melden ook toe. Zo, nu een koersunificatie die, ontak naar de stakeholders, ontak naar de importeurs, ontak naar de vereniging voor winkeliers, ontak naar de consumentenkring, ontak naar de oliemaatschappij. En in feite, allemaal is het van, eindelijk een potakoerspaar moest dit. Want na een lange akkoers moest ben te drapen. Dus nu om ik een stap voor zodat akkoers na inderdaad Lexa Centrale Bank etaki dat na ze aan moest in de economie. Een mooi zijn na Adala a hemora SRD nu. A SRD en teken kracht voor een aantal factoren monetair na om een factoren ore eenvoudig. Een mooi zijn na een waardevol money, ook kreeg in de toekomst, omdat we op een gezegend kondre, op een boerregering, op een boempresident. Zij zorgen dat de investeringen door. Zij zorgen dat de olie zijn die in agro-Suriname, de olie voor Suriname, naar de natuurlijke hulpbronnen, de inkomsten en gebruik voor de Suriname gemeenschap, voor investering. Zodat in de toekomst voor Suriname, we hebben meer inkomsten en nog zo heen kosten vergeleken met de inkomsten. Dus we hebben een mooie toekomst weer goed tegemoet. Grand tangi, ko roken samen, ko trouwen aan dat orde naar rust is in de economie.